Onze collega Desni Romeo die zit nu dus in Hongarije, waar op dit moment het WK Atletiek plaatsvindt. En we weten het, we spraken daarnet met de heer Clifton Kingswijk. Onze deelnemer Asinga die is er niet meer naartoe gegaan vanwege die schorsing, vanwege het positieve dopingresultaat. Desni is er wel naartoe gegaan en hij ontmoette daar Mireia Sankatsing. Mireia Sankatsing die is een oud-atleet van Suriname die in de nationale selectie van Suriname zat en Suriname dus verschillende keren vertegenwoordigd heeft. Ze woont nu op de Virgin Islands. Ze heeft twee kinderen, drie kinderen die ontzettend goed zijn in atletiek. Haar dochter behoort gewoon tot de wereldtop voor wat betreft de jeugd op de 400 meter horde. En daarnaast heeft ze ook nog een zoon die op een behoorlijk niveau deelneemt in de atletiek. Die zoon die heeft deelgenomen aan de 400 meter horde op het wereldkampioenschap. Daar komen we later op terug. Maar in elk geval heeft Desni dus gesproken met Mireia Sankatsing. En Mireia die heeft atletiek gedaan in ten tijde van Tommy Asinga. Ze kent Tommy heel, heel erg goed. Kent Izaam ook. En Desni vroeg haar wat voor impact, wat voor indruk die hele kwestie van Izaam Asinga op haar gemaakt heeft. Nou, je weet, wanneer je zoveel met mensen optrekt, je bent altijd met ze bezig. En dan is het, wanneer je dat hoort, het is gewoon, je hart staat gewoon stil. Want je weet hoe die mensen zijn. Iedereen weet hoe Tommy is. Vaarlijk relaxed. En we proberen altijd, we werken altijd keihard. En we proberen het altijd geweldig te doen. Maar het is niet dat het met een kost moet zijn. Wel, zou je zeggen, je ziel moet verkopen. Dus drugs, dat soort dingen doen we niet. En je weet, zijn zoon is precies hetzelfde. Mijn kinderen zijn ook zo. We proberen en we werken hard om iets geweldigs te doen. Maar we gebruiken geen illegale producten. Dus het feit dat dat met Isam is gebeurd, niemand kan het gewoon geloven. En proberen na te gaan van waar hij is geweest, wat mensen hem hebben gegeven en zo. In het einde van het heel ding is het, Isam is een kind en hij luistert naar oudere mensen. En als je zegt van je geeft hem iets, zeg van hé, dit moet je gebruiken daar. Misschien kijkt hij niet naar alle labels en zegt van hé, ja, dit moet ik eigenlijk helemaal niet innemen. Maar we weten niet wat er is gebeurd en wie hem wat heeft gegeven en hoe het in zijn lichaam terecht is gekomen. Ja. Hoe denk je dat, want Tom heeft nu een advocaat in handen genomen, waar denk je dat ze zo onder andere op zouden moeten focussen nu? Want, wel, einde, dus het einde van het verhaal is dat elke atleet verantwoordelijk is voor wat er in hun lichaam terecht is gekomen. Dus ze hebben hem getest en het is daar. Dus als zeg je van, hey, ik weet niet wie dat heeft gedaan, maybe, misschien heeft iemand het, hoe het dan ook, in je lichaam terecht is gekomen. Al heb jij het niet zelf gedaan, jij bent verantwoordelijk. Dus het enige wat we kunnen proberen te doen is om die straf te verzachten. Dat ze hem geen 4 jaar geven, maar dat ze hem maar een maand geven, omdat ze vinden van hij is jong, naïef en hij is net nieuw met de sport. En je weet dat hij een goede atleet is. En dat hij door training zo geweldig goed is geworden. Dus we proberen met een advocaat. Je hebt een goede verdediging nodig. Dus met een advocaat probeer je om die slag te verzachten, feitelijk, ja. Tot slot, hoe zien de perspectieven eruit voor de British, voor de Virgin Islands, met betrekking tot de atletiek sport? Nou, het ziet er vreselijk goed uit, want we hebben echt atleten die up and coming zijn. Net hoe de jongste dochter van me, Michelle Smit. Ze is onder 18, is ze gerankt in de wereld. Dus ze had de snelste tijd in de 400 meter horde in de wereld. En ze is naar die onder 18 kampioenschappen gegaan voor Noord-Amerika. Het Noord-Amerika, Central-Amerika en de Caribbean. En dan is ze daar eerste geworden in de 400 horde en in de 800 meter. En ze heeft in beide onderdelen een kampioenschaprecord gezet. En ze is tweede geworden in die 100 meter horde. Dus zij doet het vreselijk goed. En dan die
die oudere dochter van me, die is onder 23 en ze had in de kak ook een bronzen medaille gehaald in de 800 meter. En dan die zoon van me was vorig jaar geblesseerd, dus hij komt net af van blessure. En hij is meteen begonnen, dus van het jaar is hij meteen met een persoonlijk record begonnen. En hij is gewoon sneller geworden gedurende het jaar. Dus het ziet er echt goed uit dat, dat hij volgende stap is Virgin Islands record. Dus, ja. Dus het ziet er goed uit, ja. Dat was dus Mireille Sankat Singh. Ze heeft haar mening gegeven over de kwestie Issam Asinga en daarnaast sprak ze natuurlijk ook over de kinderen van haar die hele talentvolle atleten zijn. Michelle, die is in de wereldtop wat betreft de jeugd. En Malik, die heeft deelgenomen aan de 400 meter horde. Woensdag aanstaande bij het programma Topsport komen we terug op de prestatie van Malik en zijn coach.